Na de beestachtige Audi S8 en RS6 van MTM rijden we nu in hun versie van de A1 Quattro. En dat is natuurlijk al een erg zeldzame auto. Maar als je er nog iets speciaals voor wil hebben, dan kun je de MTM A1 Quattro krijgen. Ik moet echt zeggen, om het maar gezegd te hebben, en ik ga er ook verder niet meer over beginnen. Hij is momenteel niet scherp genoeg. Er zit een KW-onderstel op en dat kun je waarschijnlijk wel aanpassen. Maar het lijkt erop dat hij nu is afgesteld voor echte autobaanruns. Om eventuele oneffenheden op grote snelheid te kunnen wegwerken. Maar als je zo over deze bergweggetjes rijdt, is hij gewoon niet scherp genoeg. Maar nu kunnen we ervan genieten, omdat dat nu gezegd is. Setup is wel, je kan hem echt elke dag rijden. Het is een betrouwbare motor, hij is lekker comfortabel. Je kunt hier in Duitsland gewoon lekker met 230 naar je werk, geen probleem. En ja, je zult nooit een tweede tegenkomen natuurlijk. Het is niet zo dat je collega er ook een heeft. En het meest indrukwekkend is de motor in dit ding. Hij maakt zo'n hels geluid en het is in principe gewoon dat 2-cylinder of 2-liter 4-cylindertje dat ook in een Golf R ligt. Waar die erg tam aanvoelt. Niet heel erg snel of lekker punchy. En dat is hij hier wel. Waar die in de Golf R een beetje neptoeren maakt aan het einde. Dat maakt niet echt veel meer uit of je nou bij 5 of 7000 toeren schakelt. Wil die hier gewoon helemaal doortrekken tot 7500 toeren. En dan word je beloond met een lekker toerenbremsenplopje. Ik dacht dat dit kleine 4-cylindertje geen indruk meer op mij zou maken qua geluid na het rijden van die S8 en de RS6. Maar dit ding maakt zo'n hels kabaal. Het is zo hard en rauw dat ik oprecht kan zeggen dat dit het meest indrukwekkende geluid van de drie maakt. En daarmee heeft dit kleine 4-cylindertje gewoon een 5-liter V10 en een dikke V8 verslagen. Dat is toch wel erg indrukwekkend. Is een behoorlijk dure auto, maar je krijgt er wel echt iets speciaals voor terug. Hij ziet er echt een beetje uit als die oude Quattro. Lekker kort, lekker vierkant, mooie hoekige lijnen. Het interieur is echter heel erg strak, heel erg modern natuurlijk. Mooi MMI systeempje, prachtige stoelen, echt heel erg mooi. En het handgeschakelde R8 versnellingspookje, wat echt heerlijk in de hand ligt. Prachtig gemaakt van aluminium. En ja, ik denk dat ze er een paar over hadden, want je ziet nooit een handige zaken daarachter. Moet je deze auto kopen als je op zoek bent naar een snelle hot hatch?
Nee, daar is hij gewoon echt veel te duur voor. Ik denk dat je deze auto als collectors item moet kopen. Je moet hem kopen en hem vervolgens 20 jaar houden. En ja, dan kun je er nog steeds zo van genieten. Want hoe ouder deze auto wordt, hoe specialer die ook wordt. En hij ziet er zo tijdloos uit. Ja, ik denk echt dat je daar geweldig van kunt genieten. En als je ervan uitgaat dat dit een klassieker wordt, wat mij zeer waarschijnlijk lijkt, aangezien er maar 333 van zijn, is hij eigenlijk helemaal niet zo duur.